Ja? Ja, dat is 1 jaar geleden, vrouw Brennan. Hm? Zou het toch wel eens zijn? Mag ik een kaasvlees? Ja, toch wel. Alsjeblieft. Ik hoor een psychopaat. Jij wil alleen maar tot de weer. Oké, Maris, wil jij wat patat voor mij? Want ik denk dat Andrea dacht dat ik er heel uitzag. Mag ik voor jou de mag? Ah, patat met appelmoes. Wil jij wat patat? Nee, niet doen. Staan. Ik denk van, oh. Ja. Ik heb echt van gevoel van. Dit vind ik echt, echt heel erg lekker. Dit is lekker, hè? Wat? Belazering. Vind je dat echt zo vies? Oh. Doe het. Nee. Ja, dus echt lekker. Oh. Doe het. Mag ik het even doen? Het is lekker. Ja, anders hoef ik ook mijn patat niet, hoor. Wat? Voor mijn maggie. Echt lekker. Het is echt heel lekker. Lekker voor mijn maggie. Lekker. Maar ik eet het liefst een patat zonder. Ja? Ja. Je bent echt nasty. Ik vond Maggie vroeger ook lekker. Voordat ik wist dat de duivel daar E631 in stond. Ja, echt hè. Duivel ook. Wie doet de avondeten van de B&B? Ik kan. We liggen op zakfriet. Half. Ja. Een hele zak, maar ook een half zak van deze friet. Ja. In de eerste klas links. Oké, zo. En wie doet het ontbijt, want dat ga ik niet doen. Ik ook. Ja? Ja. Oeh, dat vind ik wel lekker. Ja, die wou ik vanochtend doen. Oh ja, jij stond om 6:30 op vanochtend. Ja. Wat dan? Nog mijn pannen staan slaan. Ik had om 6:30, nee, niet eens. Ik had om 6:15 heb ik mijn wekker gezet. Om die 2 meiden wakker te maken. Wat dan? Dat wouden ze wel om 6:30 wakker worden. Oh. Dus, ik mijn bed uit. Ik naar die tent toe lopen. En ik zei, geef gewoon je is er niet. Nee, what the fuck? Wat is dit? Die ging hier kijken in de silo. Nou, ook niemand. Dus ik denk, weet je wat? Fuck it. Ga gewoon weer naar bed. Doei. Toen ging ik het doen. Doordat Jessie zei dat ze in de boot lag, zei ik succes met heel je ontbijt. Maar wie had dat nou voorgesteld van die boot dan? Nou, we zaten gisteren in het bubbelbad. En die meiden die stonden daar met hun 2 rolkoppen. En zo voor die tijd tent zo te staren van... Ja, maar dat zagen we in ieder geval dat ze binnenkwamen. Zo'n eigen schuld. Ja, dat is ook wel lekker. Maar volgens mij was hier wat aan het vertellen. Dan beginnen 3 mensen doorheen te schreeuwen. En op basis daarvan wou... laat me even verder. Ja. Toen zei Jesse eerst van... Hé, ik kan ook gewoon de boot afstaan. Want ik vind het wel heel tragisch wat hier te gebeuren staat. We hebben gewoon gasten voor ons rekening te nemen. En als die in een soort op een veldmatje liggen... op een veel te kleine tent, ja, dan neem ik dat liever op mezelf dan dat ik hun daar laat slapen. Dus toen was Jessie's idee eigenlijk, dan ga ik in de tent liggen en dan gaan zij, dan wil ik best mijn plek in de boot afstaan. Het is wel leuk dat je dit nu alleen aan mij vertelt. Nou, ja, jij bent de meest geïnteresseerde van het verhaal, denk ik. Ja, absoluut, dat denk ik. En toen zei ik tegen Jessie van, je hebt ook gewoon een plek achterin waar je kan slapen. Dus jij bent eigenlijk de boosdoener, Jens? Nou, de boosdoener niet. De uiteindelijk heb ik de keuze. Oh, tja, had ik eigenlijk tegen jou te keer moeten gaan. Maar dat kan nog steeds, hè? Nee, is nou te laat. Maar we hebben eigenlijk alleen maar een keuze gemaakt in het belang van de campinggasten. Ah, rot toch op, man. Je weet toch dat je in september hier in de camping komt dat sterf ze koud is s'nachts. Ze hebben bezig nu gewoon een B&B gehad op vrijdag. Maar ze hebben toch gewoon in een apart bed geslapen? Hij heeft toch niet zijn tong erin gerold? Nee, mag ik hopen. Ja, zie, heb je dat gedaan? Hier en ik gingen naast popcorn eten, dus de popcorn en drop. Eerst een handje popcorn en daarna drop en dan weer popcorn en toen weer drop. Toch lekker? Ja, dat was echt heel lekker. Ik moet ook altijd, als ik iets zoets heb gegeten, wel iets hard gegeten hoor. Ja, dat vind ik ook lekker. Als je chips gaat eten, dan met zout. Zout. Ik vind die bijna patat al heftig. Ja, dat is wel een beetje gek. Oh. Ja, lekker hoor. Ja, oh ja, ik vind het heerlijk. Is ook, ken jij die, ik heb hier echt nog nooit zoveel patat gegeten. Ja. Achter elkaar. Oh ja. Ja, niet normaal. Je had niet die andere burgers ook opgepakt, toch of wel? Had je die andere burgers ook opgepakt? Ja, dat zag ik. Wie is het vol? Anders voelde ik een soort van verplicht die alsnog op te eten. Waar is Gerrit? Prop vol. Nou, haar. Ja. Roken met je buikie. Ja. En je zwembroek. Gaat er nog gebubbeld worden vanavond? Zeker. Okay. Toen wij er gisteren in gingen, toen was het... Ja, wij zaten er gisteravond in. Het was... Ja, ik zag jullie zitten. Ik ging ze door het raam kijken. Dat was heet. Dat was niet normaal. Maar we hadden hem ook op zijn heet gezet. Ik zat al tegen Merel vanochtend. Ik ben van je aan het genieten. Allemaal roken. Ik maak me niet bezig. Allemaal damp. Toen zag ik jullie in hoofdjes zo. Ah. Maar wil je het niet een beetje relativeren meer? Nee. Ik heb gesprekken met Jesse. Hij weet precies hoe ik hierover denk.
Hij weet natuurlijk dingen over mij die jullie niet weten. Nou, dat is ook allemaal helemaal niet boeiend. En dan flik je me dit echt niet. Oké. Okay. Hij is 1000 miljoen keer de grens over. Maar komt het, en meer. Komt het niet meer goed, denk je ook? Ik kan nu heel stoer gaan zeggen, het komt nooit meer goed, dit en dat, maar... Dat dit moment niet. Ja, ik ben boos en ik ben kwaad en ik ben gekwetst, dus dat is niet reëel. Maar ik ben er niet van gediend om zo gekwetst te worden en ik verdien dat ook niet. Absoluut niet. Nee. Duidelijk. Maar nee. Ik wil dus wel een nieuw kussen. Dank je. Hoe Jordi het zou zeggen is, you go girl. Het lijkt me dat iedereen dat ook vindt. Ja. Maar goed, als we hebben het er maandag een vergadering trouwens. Als jij een nieuw kussen wilde, wil je een nieuw kussen, toch? Ik heb ze niet nog gekust. Kan je hem niet wassen? Ik vind het zo nasty. Nee, zeker die wij van hebben. Ja, maar laten we hun daar wel een beetje buiten laten. Nee, niks. Nou, dat vind ik dus niet, want zij maakt toch die beslissing. Jij komt hier logeren, hè? Ja, maar dat was een... Zij hebben zelf een kleine tent meegenomen. Jij komt op de kleine tent. Dit, nou ja, laat ik me er niet te veel over uiten, maar ik heb hun ook verteld hoe ik erover denk. Vanuit hun. Nou, dat is prima, toch? Ja. Als je het ook recht in je gezicht hebt gezegd, dan weet je waar ze voor de avond of daarna? Vanmorgen. Ja, want zeg maar, gisteravond is eigenlijk alleen maar een voorstel wat hij natuurlijk doet. En zij die het accepteren, maar daar in principe geen schuld mee. Ja, maar ze zeiden ook, weet je nog wat ze zeiden? Van ja, dat ze het wisten dat jij het eigenlijk erg zou vinden. Nou, dat getuigt het natuurlijk helemaal niet van respect wat je. Oh, op die manier. Ja. Maar ik zou zelf vrouwen nooit bestempelen als wijven. Ja, nee. Jij zou dat natuurlijk. Ik zeg dat ook weer precies tegen de verkeerde. Ja. Nou, iets zegt. Nee. Jeens. We zien ook allemaal zo hypocriet als de pest hier binnen, joh. Echt. Oh, oh, oh. Kijk hem genieten ook, hè. Dit is gewoon een driepunter, vanaf de middenlijn. Ja, 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 klopt, klopt. En dan... Score. Dus... Of is dat net in jouw oudste kou geworden? Dit is een 5-0 penalty. Oh. Het zit best wel een beetje vol. Het is ook wel vol. Ja, ik echt vol. Ik vind het echt leuk dat je dat heeft Jordi gemaakt. Echt leuk. Leuk, hè? Jordi, we gaan morgen trainen, hoor. Ja, heel mooi. Dit betekent ook dat we sneller uit het rood moeten, trouwens. Er is dus minder rood papier om ook onze schuld op op te schrijven. Dus beter beginnen we met geld verdienen vanaf vandaag. Ja. Jens, je maakt mij geen warm, man. Wie ben jij en wat heb je met Jens gedaan? Ik hoop dat dit een bevlieging. Maar ik vond de kaartjes vond ik ook heel erg leuk. Ik vind het een goed idee. Willen we het nog wel over dat kussen hebben of niet? Gewoon bestellen, toch? Moet ik een kaartje? Nee, het ding is, we hebben gewoon geld verdiend met de camping. En blijkbaar is daar... Echt? Ja. Er zijn persoonlijke spullen. Is die kussen daarvoor gesneuveld. Maar we hebben althans, nieuwe kussens, hè? Nee, er zijn geen nieuwe kussens. Ik ben dan naar Gerrit toe. Want maar je mag mijn kussen. Ik wil jouw kussen niet, Jesse. Wat gaat dat nieuwe kussen van jou kosten meer? 20 euro. 30 euro met verzenden, volgens mij. Zoiets. Bij de AC? Oh, het is wel gezellig, hoor. Nee, hebben ze ook. Heb ik altijd in. Wat? Gezelligheid. Nou, kan ik Rob laten rijden. Bij AC heb je ook kussens. Ja, nee, maar het is belangrijk dat iedereen hier goed slaapt. En als dat nu niet meer kan door het gebrek aan een kussen... Ja, het is... en dat je het van de ander niet wil accepteren, dan moeten we gewoon nieuw aanschaffen. En dan hebben we gelukkig inkomsten. Dit is Stella. Ook weer een figuur, hoor, zeg. Het is toch weer fijn om in Utopia te zijn. Ja, cheers. Proost allemaal. Proost. Ja. 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 Ja, maar dit onderwerp kan ook gewoon dadelijk of zo, weet je. Ja, lekker. Ja. Is je echt vol? Het is toch erg, geen ruimte voor. Oh, nee. Ja, die maak je wel. Maar dit is of voor taart. Hallo, moet wel taart eten. Kwart voor zes geweest. Kwart voor zes, oké. Ja. Ik ben echt zeg jij. Nou, broodjes? Ja, zeker. Niet een hamburger. Hoe is het weer, Brian? Je stelt me echt een hele ingewikkelde vraag. Ja, meestal weet ik het niet. Ja, meestal weet ik het niet. Vandaar. Oh, na patat. Dat wel, ja. Meestal. Ik hou niet eens van wijn. Maar lekker ras. Dat je dat ingrijst, dat is niet hetzelfde. Lief, leuk. Pas je maat maar. Goeie sprijt. Maar dan wel alleen naar toe. Weet je wel, die blikjes nooit opnieuw. Ook op blikjes. Van ras.
die zilveren, die vond ik echt fucking lekker. Met dat wit. Ik heb het langer dan een week niet meer gedaan. Vind je het lekker? Ja? Er zit iets van munt in en dat vind ik echt smerig. Doe je stoerpees mee. En vanaf nu weer iedere dag. Maar één zo'n blikje kost toch 2 euro? Nou... Ja, ik heb die op de inkoop factuur. Was die 2,10 euro volgens mij. Maar volgens mij zijn ze bij de J... Goedkoper. Ja. Volgens mij iets van 1,90 x zag ik op de factuur van de groothandel staan. Ja, bij de J volgens mij 1,80. Okay. Ja, ik weet niet bemisselijk, maar ik ja, volgens mij zijn ze toen inderdaad dat ze bij de J goedkoper waren. Dan. Alle dingen mee praten. Maar als dat iets is wat we lekker vinden, dan kunnen we toch ook gewoon een vleesras inkopen. Ja. Dat ja. is dan weer 10 keer goedkoper dan dat je blikjes koopt. Ja, dat is zeker waar. En als het over eigen consumptie is dan. Of de inkoop van de markt. Veel gras lekker. Ja, tuurlijk. Ja, gras is lekker. Ja. Komt er uit Den Haag? Ja, ik heb ook aangenezen. Aangenezen! 0-0. Je weet zelf. Kippie Ingrid komt er ook bij. Dat zou ik zeggen. Ingrid! Nee. Ingrid zegt net als Ingrid. Kippie Ingrid. Oh, wat heb ik eigenlijk een kutleven. Of een heel vrij leven. Ja. Nee, dat zei ze. Ik mag al heel lang kaart eten. Ja, dat mag gewoon. Ingrid, blijf maar gewoon hoor. Ja, oh, ga je mee naar buiten? Kom maar. Ja, ik ga ook een kaart nemen. I miss you. Ja. Uiteindelijk weer een tijdje in huis geslapen. Ik nog wel. Wie heeft de korte staart? Richard. Nee, ik ben alweer in de warm. Oh, ja, maar er zijn ook zulke namen. De namen klinken ook echt. Je moet echt specifiek op zoeken. Nee, het is andersom. Bren, Tristan is een grijze. Ik ben het weer vergeten. Oké, dus Tristan is de grijze. Ik word echt gek van. Tristan is de Oh, zelfs een paar oorbellen voor de nee, dat gaan we ook nu uitdoen. Ik zat gisteren had ik het gewoon met leuk in het klein. Ik zat er met klein. Ja. We zaten nog een keer. Heel erg. Ook leuk om gewoon een kleintje met een polo te hebben. Ja. Ook leuk. Stakkie. Deze kweertaart. Ja, die kersen Ja, ga ik even nog een bordje pakken. Ja, yes? kan me hard vast. Ik vlieg hem, man. Jij bij huis? Ja, ik ook. Warm, hè? Ik heb alle ramen lopen. Helemaal een vorm. Ach, Jordi, kom op, zeg, man. Meid, alsjeblieft, hou je mel. Hou je mel? Ja, je hoort het. Dit is echt. Heb jij nog, Mille? Huh? Schrijf hem erop. Ja. Ik kan nu gesprek zonder weg. Blijf je mee. Het maakt me echt helemaal niet uit wat ik met dit ding aan het doen ben. Hij is een beetje gefrustreerd. Gepikeerd. Ja, maar gaan we proberen een date van te geven. Oh, met Jesse? Ja. Daten met Jordi. Oh. Of ik bij jullie staan. Oh, Jordi. Schat, weet je wat? Kom anders hier staan. Ja, deze voor Hiske. De hoek. Ik ga het even mee. Huh? Wie is er overlopen, Milan? Ik heb sigaretten. Oh, ja. Eet smakelijk. Dank je, jij ook. Oh, ik zou zo graag op de ik ben uitgegeten, maar wel ik hoop dat je eerlijk hebt gegeven. Ja, dank je. Echt? Oh, jij? Ja. Echt? Ja, gewoon even. Wat zei jij? Nee. Sigaretje doen. Nee, dat ga je helemaal niet doen. Nee. Ik ben helemaal gek geworden. Jelly staat in de achterrij. Oh, laat maar zitten. Dan heb je. Gaat helemaal niet roken. Oké, dan neem ik nog een kistje. Oeh, nee. Oeh. Ik zou nog even de wijnkaart zien. De wijnkaart. Moet wachten. Kan niet meer. Dat is de dessertwijn. Of nachtwijn. Ai. Nee. Is lekker, Jordi. Cheat day. Oh nee, cheat days. Week. Dat is wel heel groot stuk. Maand. Jaar. We hebben ook nog een van de andere. Als het maar lekker is. Kijk dat ook gelijk. Ben je ook een stukje? Ik kijk dan in de spiegel. Om. Dus in een tergebouw. Ik mezelf. Echt opvliegen. Nee, je bent aan het kwijt. Gewoon wat je wilt, kind. Sowieso, doe ik ook. Dat ik nog mezelf de broekmaat heb, vind ik het allemaal goed. Ja, weet je wat zo is? Ik ben dus afgevallen in mijn. Ik moest dus mijn ding opmeten, mijn heupen. Ik ben afgevallen in mijn heupen. Dat is echt lekker, vriend. Heupen. Maar je moet echt eten. Hoe het komt. Voorzitter, ik zit hier voor mij. Ja, lekker. Oh, je moet je lens slaan. Nee hoor. Gaan we Ariel even weer opzoeken? Maar stel je voor dat ze echt even Ursula zou zijn. Tattoo is zo breed. Dat is zeker niet vegan dit, hè? Nee. Oh, spijtig, dat is meer voor ons. Oh, wauw. Wat lullig. Ga je het eten op een bord met pindasaus? In mijn boeien. Maar bedankt.
Wat begint iedereen opeens in een attitude te krijgen, man? Wij. Ja. Attitude. Nou, dat wordt dan behoorlijk gevoed door jou. Ja. Oeh. Dan doe ik het goed. Defineer het goed. Hè? Ik moet echt verhoppen. Nee, als lacht toch niet? Die moet nog wat eten of niet? Want dan hervoeden en zo, hè? Zit hier een tafel vol met bitches. Hé, hey, dit is hetzelfde papier. Dit is hetzelfde papier. Oh, god. Nou, nou niet in de curry. Ja. Klaar. Lekker ding. Ik ga bij een kast vandaag. Ik wil hem uit de kast. Wat wil je nou, Lex? Nee, ja, echt, maar Lex maakt serieus. Je kan gewoon met elke team. Ik heb er ook vragen gedaan. Ik ga gewoon lekker in mijn eentje lekker in de kast. Oké, okay, oh. Maar dan ga ik niet bezig, man. Hoe gewoon? Oké. Meer, waar stap jij dan? Maar. In de tent dan? Op de grond? Ik ben ook in mijn bed. In mijn tas. Oh. Maar wil jij niet alleen liggen? Mooi niet uit. Maar je zegt net dat je lekker in je eentje wil liggen. Ja, nee, maar ik ga het nu gewoon zeggen. Ik blijf gewoon. Jij wil in de tent, dan ga ik gewoon lekker in de kast. Dan is het gewoon klaar. Gewoon eruit. Ja, nogmaals, jongens, echt, maak me geen flikker uit. Dan moet ik buiten liggen op een matrasje. Iedereen lekker een plek. Schrik al je tentje van gisteravond lenen. En die matrassen zijn er nog. Je mag ook even één, hè? Ja. Ze hebben die matjes hebben ze in de boot gelegd. Laat weer, je mag ook tussen mij in. Maar die zijn ze vergeten om mee te nemen. Oh, dat vind ik nou echt leuk. Dat is ook prima. Dat vind ik echt leuk. Goed. Dus. Nou, kom jij bij mij. Ze dinnie sluit. Mama. Ik vind het helemaal prima. Echt. Oh. Nou, had jij die pilsjes nog in de koeling gelegd? Ik let even 2 seconden niet op en er is weer wat veranderd. Ja. Rutger gaat naar... De kast. De kast, samen met Lex. Ja. Staat dit vast? Oh, niet. Moeten we een contract is dit definitief? Nee hoor, ja. Ik doe dat wel. Geen probleem. Ik kruis zo hup, Lex, place your bets, please. Definitief. Ik zal meteen na het eten gaan. En ga je 60-40. We gaan samen met de water. Rood! Rood! Jordi. 18. Ja, geen probleem. Mij maakt het niet uit. Want ik word een beetje scheidsziek. Nou, mag ik heel eerlijk zijn? We hebben heel veel te... Dat het continu wordt veranderd, wordt hier meerdere mensen wel een beetje moe van. Ja, ik ook. Ik bedoel, het is of de tent of de inloopkast. Kijk, het is ook niet een ideale optie om met 5 mannen in de tent te gaan liggen, zeg ik heel eerlijk. Nee, klopt, maar de inloopkast die was nog altijd nog steeds vrij. Dus daar kan sowieso nog steeds iemand in liggen. Ik ga met mijn matras op de grond liggen, ligt Merel in mijn bed. Helemaal goed. Ik ga eruit, klaar nu. Ik zal zo verhuizen. Merel had ook bijvoorbeeld zelf gewoon een inloopkast. Lekker! Zo, Andrea, het is nu toch klaar? Het is toch klaar? Het ja, maar houden we er dan ook over op? Ja, ik hou er nu toch ook over op. Oké, mooi. Beter. Nou, jongens, lekker, echt. Ja. Lekker even gezellig houden. Milene is jarig vandaag. Ja. Oh, jongens. Milene maakt het niet uit. Ze heeft de moeder gezien. Jongens, ja, het is al veel te laat. Ja, maar het is ja, bitch, please. Echt, ja. Milene, heb je nou komt bij de attitude. We going global. Veel te laat met die gezelligheid. Oeh, jodely. Work. Work. Ja. Voor jou. Ben je zo proud? Oh my god! Gay slick! Oh my god, I'm so proud! And you get a medal. You get a medal. Voor Jordi wel aardig. Dus alleen de Galore toen nog, weet je van. Ik liep toen langs en toen zei Dylan en Brain zaten. Work! En toen zei Lady Galore. Oh, yeah. Oh, ik zie al dat je de gay slang al helemaal hebt toegepast hier. Oh ja, zeker. Was jij een valse vrucht? Ja, een valse vrucht. Een valse vrucht. Dat is echt niet lekker, Brain. Dylan, doe eens. Work. Maar dan echt een beetje op skate. Work. Was het niet gegen? Nee, ik vond hem mee. Dit was nee, je best zit mannelijk. Veel te stoer. Ja, ja je zit stoer. Work. Work. Ja, precies hetzelfde. Ja, het en een beetje gewoon... je tepel bijdraaien volgens mij, is dat nog de truc? Ja, ja. Met geen sprake nou, of zo. Zo, nee. Naar buiten. Maar het is een beetje work. Ook de yes. Wanneer het gesprek beëindigt, is ook de schouder meer naar je kind toe. Ting. Oh ja. Oh ja, en dat hè. Dat. Ja, maar zou ik mijn kaart doen. Yes, ja, Brent. Volgens mij ken jij dat echt. Wat? Nee. Spraakpopbeuk. Waar. Ga je maar je bril opzetten? Ja, doe je bril even af, want ze zit in je beurt. Het is heel schot aan tafel. Ja. Dit is mijn attitude. Oh shit. Hip, laat maar. Ja. Ja, hè. Was je niet. Work. Oh mijn god. Ja, dat was hem. Sashay away. Oh, mijn buik, jongens. Oh, en ja. Er staat hier ook nog thuis, even buik. Ik heb echt opgegaan. Die moet je ook nog.
Ik neem nog een moet alles proeven, Milène. Ja, moest je. Alles moet je proeven. En dan kom ik weer. Milène, mag ik een kauwgombal? Nou, trouwens, mag ik een kauwgombal? Zie je mij, pardon. En een kauwgombal. Welke kleur? Ik denk ik rood. Voor de leden. Ja, we gaan dik. Ja, we gaan bo. Ik wil het wit. Rood. Ja, dat is rood. Oh, ik zit zo ver. Het is groen. Met zo'n sigaretje bruin. Binnen, want duur is het. Hou op. Lekkers nu. Nou. Gewoon dat je zo vol zit. Zij hou op. Ja, maar het is echt lekker. Nee. Ik heb het er alleen over. Ik ga het niet doen. Het is een illusie.